Jongens, daar zijn we weer. We zijn wedergekeerd in het prachtige contentveen zoals je weer kan zien. En ik heb een nieuwe camera, ik heb mijn pet niet op. Wat is er allemaal gaande? Ik weet het helemaal niet. Nee, ik heb letterlijk gewoon mijn pet niet opgedaan en ik heb een nieuwe camera gekocht. En het ziet er mooi uit, vind ik zelf. Dus ik dacht, we gaan helemaal voor een nieuwe look. Dus de pet hebben we niet meer nodig. Dat doen we niet meer na vanaf nu. Volgende video heb ik hem waarschijnlijk weer op. Maar goed, het leuk dat jullie bij deze video zijn. Ik heb een paar teleurstellende mededelingen, jongens. Ik was de afgelopen 2 dagen lekker even in het echte leven buiten Minecraft even weg. Gewoon even lekker mijn verjaardag vieren. Ik was jarig. Dat is echt zo. En ik kom terug en er is van alles gebeurd. Het winkeltje, de postpizzeria is blauw. Dit tentje is half blauw. Niet helemaal. Het is ook nog eens mislukt. En er staat ineens lekkere pizza's. Ik weet niet wat hier gaande is, van wat hier allemaal gebeurd is. Waarschijnlijk weten jullie allemaal meer dan ik. Wat er ook gaande is, is dat hier, is Rick met Noah ineens een huis aan het bouwen. Terwijl ik letterlijk in mijn vorige aflevering hier wat wilde gaan bouwen. Het zijn nou niet echt de beste gasten die ik nu heb. In mijn dorp. En vergeet dit niet, jongens. Als ik hier in mijn discovloer kom, die ik nog steeds een keertje op moet lossen, omdat ik mijn wol niet heb terug gehad, heb ik niet 1, niet 2, niet 3, niet 4, maar 5 verschillende... Oh, daar moet ik denk ik naar de camera leren te kijken. 5 verschillende dozen met daarin waarschijnlijk allemaal mail. Dus laten we bij mail 1 beginnen. Wat is dit? Winkel door Annawan met heel veel diamonds en glow ink. Zeg, wat is dit? Beste meneer van Plakkers, ik ben vandaag op zoek gegaan naar een mooi stuk grond voor een nieuw winkeltje. Nu staat het nieuwe gedeelte al zo vol en wist ik niet waar ik wel of niet mag bouwen. Kijk, Anne, jij snapt het. Jij snapt dat je moet vragen waar je mag bouwen in plaats van die Rick. Slechtste gast van mijn dorp. Heb ik een winkeltje overgenomen waar helemaal niks werd verkocht. Nu is dat jouw blaadjeswinkel. Graag zou ik deze willen overkopen. Voor 12 dia. PS, ik heb het winkeltje al veranderd. Kom maar even kijken wat ik verkoop. En mocht je het er niet mee eens zijn, jammer dan. Ik ben hier net helemaal positief over jou aan het praten, Anne. En dan ben je mijn winkeltje aan het stelen. Ik neem al mijn woorden terug. Allemaal. Ik neem alle positieve woorden die ik zojuist over Anne heb verteld, die neem ik gewoon weer terug. Ze heeft gewoon mijn winkeltje gestolen. Zelfs dat is van me afgenomen. Wat? Ik heb iedereen verwelkomd in mijn dorp. En ik krijg alleen maar stank voor dank. Wat is dit? Een boekenwinkeltje. Er worden... Oh, oké. Okay. Trouwens, boeken. Ik wil... is wel handig en dat wil ik eigenlijk wel hebben. Oké, Anne, ik ga ermee akkoord, maar ik vind het wel heel brutaal van je. En ik ben een beetje teleurgesteld. Zeker omdat er gewoon nog zoveel huizen... Je kan letterlijk een heel huis kopen en daar een winkel. Er zijn zoveel lege huizen die je nog kan kopen en een winkeltje van kan maken. Anne. Ik ga prima. Ik vind het goed, hoor. Dan maak ik wel een keer een leuk winkeltje. Een nieuwe. Maar laten we doorgaan naar de tweede mail van vandaag. Boek en Quill en een blue carpet. Nou, beste meneer Wal. We hebben uw aanvraag in goede orde ontvangen. De berekeningen zijn gemaakt en we zijn het over uit dat uw aanvraag geaccepteerd wordt. Ik zal even uitleggen wat er gaat gebeuren. U komt naar de bank en haalt de bestelling op. Groene blokken, Fred houdt van groen. Ik heb ooit een bestelling gedaan op groene blokken. Deze bestelling heeft wel een aantal voorwaarden. 1. U mag op geen enkele wijze de blokken toe-eigenen en doen alsof deze van eigen gebruik zijn. Oké. De blokken moeten worden schoon, worden ingeleverd. Ik moet ze eigenlijk, dat is een lening, dus ik moet ze teruggeven. De blokken mogen niet gemengd worden met andere blokken van dezelfde soort en moeten in originele staat terugkomen. 4 groen, duidelijk, snap ik, Fred-achtig. Rente, voor elke week dat je de blokken geleend worden, rekenen wij 5 diamonds. Dit is te berekenen met de volgende formule. EV is een half... Zeep. Dit is echt een poepenrekening. 5 diamonds. Openingstijden van de bank als Fred er is. Is Fred er nu? Nee, Fred is niet online zoals je kan zien hierboven in mijn schermpje. Oké, maar goed. Dat is duidelijk genoeg. Duidelijk genoeg. Dan hebben we hier de volgende mail. Reclame. We hebben weer een nieuw winkeltje. Wat is er nou weer voor winkeltje gemaakt? Reclame. Hierbij een lijst met alle spullen die wij verkopen aangezien er een hoop nieuwe dingen bij zijn gekomen. Food 2. Oké, dit is gewoon een reclame dingetje. Dat zal ik al een keer kijken. Dat is niet niks interessants voor jullie. Van in ieder geval van Vloer en Rine. Rine. Niet Rini, maar Rine. Nou, dan gaan we naar de volgende. Ik weet niet wat dit is. Waarschuwing van Brompompom. Oh jee, dit is de koning van Kingdom 4, jongens. Het fort dat ik heb overgenomen in de vorige video. Beste Walnoot Loser. Ik heb uw bericht ontvangen over het zogenaamde gestolen goud. Laat ik bij deze direct duidelijk maken dat ik dit niet heb gestolen, Potjandori. Het zogenaamd innemen van Kingdom 4 was een grote fout. Ik heb dus ook maatregelen getroffen om jou een wijze les te leren. Oh, Bram. Dit is heel gemeen wat je hier hebt gezien. We gaan er een eigen woord van maken. Sjoemel niet met Kingdom 4, anders sjoemelt Kingdom 4 met jou. Bram, let op je taalgebruik, jongen. Ik heb al 1 van je dierbaren afgenomen, jij kwal. En als je het niet heel snel stopt, is Dickie Dick niet de enige. Het goud zal je niet bij mij vinden, dat ligt bij iemand anders. We spreken elkaar snel weer met vervelende en dodelijke groet. Koning Brom? Nee. Nee. Wacht. Nee. Mijn mooie jongen. Dickie Dick. Het gaat niet om de kat, volgens mij. Het gaat om het...
Nee! Nee! Hij heeft Dickie Dick vermoord. Dickie Dick het varken. Hoe kan dat? Bram, nu heb je de grootste fout ooit in je leven gemaakt. We stonden op het randje van oorlog, maar bij deze verklaar ik officieel echt een grote oorlog. Dit kan niet, jongens. Het ging eerst om een fort te overnemen. Het ging om kleurtjes in de weet ik van wat, hier, mijn troon overnemen. Maar nu heeft hij mijn dier. Mijn dierbare, snap je, want het is een dier. Ja, jullie snappen hem. Bram? Echt waar? Dit gaat te ver. Wat je nu hebt gedaan, dat waardeer ik niet. Wat je nu hebt gedaan, dat kan ik niet waarderen. Jij strontvlek dat je bent. En wat is de laatste post? Wraak en schuld van Julian. Oh, wat is er allemaal gaande, hé. Oh, het is weer 4 pagina's. Beste koning Makkoes van Plakkoes. Zoals je misschien weet of niet, is er de laatste tijd veel actie. Ja, dat merk ik letterlijk. Er gebeurt van alles. Koning Brom is niet blij en wil voor de terug. Hier moet actie worden ondernomen. Hij heeft namelijk al een van uw dierbaren naar boven gestuurd. Ja, ik heb het door. Hij heeft Dickie Dick te pakken. Ook heeft hij mijn pizzeria in de kleur van voor de veranderd. Dit is niet aannemelijk en wil graag snel een bespreking overvoeren. Hierdoor smaken de pizza's minder lekker en krijg ik minder klanten. Er moet echt actie ondernomen worden. Of er moet echt actie worden genomen voordat het te laat is. Ook moet ik even iets kwijt. Toen ik mijn diamonds dropte, pakte ik de heer Force op en vloog hij ermee weg. Hier reageerde ik natuurlijk snel op en probeerde hem te stoppen. Ik wou mijn vlammende pijl, een waarschuwingsschot, afvuren. Maar ik zag niet dat Kwik achter hem stond. Ik had natuurlijk mijn bril niet op. De heer Rick heeft hierdoor mijn 20 diamonds mogen houden. Oké. Vergadering. Iedereen, nu. Het is klaar. Allemaal naar de vergaderzaal. Er zijn heel veel mensen online, dus het komt goed uit. We gaan nu een vergadering houden. Jongens, welkom bij deze spoedvergadering. Dankjewel. Goed dat jullie hier allemaal zijn. Ik ben trots op jullie. Zelfs mijn kat is er, die heeft zijn eigen stoel. Ik heb een paar punten die ik met spoed, Rick, met jullie moet bespreken. Wat zit je mij aan te kijken? Oké, ja, dat is mijn kat. Dat is mijn rechterhand. Oké, jongens, welkom. Ik heb hier 4 boekjes waarvan ik echt heel erg teleurgesteld ben. In allemaal net trouwens, vooral in Rick. Gewoon. Waarom altijd Komt-ie. We beginnen met het feit dat er nieuwe dingetjes in de winkel liggen van Flora en René. Dus als jullie nog willen kijken, je kan emerald, iron, gold, coal, lapjes halen. Ja, goeie toevoeging. Ik heb deze reclame in mijn huis gehad. Ik hoef die nog ja, ik ook. Dus reclame aan de deur, Floor. Ik had beter van je verwacht. Nee, aan de deur in het huis. In het huis. Woonkamer. Oké. Okay. Oké, Floor heeft de vergadering verlaten. Dan even als serieuze noot. Ik hoor en lees in dit boekje dat... Serieuze nootje? Leutje? Ik lees van een boekje van Julian dat Kwik is overleden ja. door een pijl van jou en dat jij daarna diamonds hebt gestolen van Julian. Nee. Laat me dit even uitleggen. Ik kom verhaal. Oké, ik ga even hiervoor opstaan op de stoel. Oké. Nee. Ik was op zoek naar een nieuw huisdier. Een nieuwe vriend voor Kwak. En ja? Ik ging bij Anne kijken, want Anne had leuke lama's staan. Ik loop daar en ik zie een varkentje staan. Ik denk, nou wat leuk, ook een varkentje. Ja, dat is Kwik. Dus die was van Anne. Toe en ik zag Kwik. Dus ik met Anne in gesprek gegaan, Kwik overgekocht. Ik loop is dat waar, Anne? Dat is waar. Dat is waar, oké. Ik loop met Kwik naar huis toe. Ik ben net op de hoek van de bank. Wordt Kwik geslagen. Ik zag niet door maar, wie. Maar, door Bram. Ik zag niet door wie. Ik zeg, ja, nee, door wie is er geslagen? En Bram die zei, door Julian. Dus ik doe Kwik daar aan een touwtje. Ja. En hun waren ondertussen al doorgerend naar de nieuwe marktkraam die je hebt gebouwd. Heel mooi trouwens. Prachtig. Ja, dankjewel. En even kijken. En dus hun waren daar aan het overleggen. En ik zie de diamonds liggen. En ik kom met mijn elytra aanvliegen. En toevallig pak ik ze op. Dus ik zeg, voor nu zijn deze van mij. Ik zei, voor nu. Dief! Nee, luister, laat me het uitleggen. Dief! Laat me het uitleggen. Hou het kort. Dus ik vlieg weer terug naar Kwik toe. En ik was een leuk berichtje aan het type met, als je je diamonds terug wil ik graag dat je even sorry zegt tegen Kwik. Dat was ik aan omdat je hem geslagen heeft. Heb jij Kwik geslagen, Julian? Nee, heb ik niet gedaan. Dan is jouw verhaal poeprik! Nee, luister nou. Ik wist dan ben je niet nog steeds dief. Ik wist niet wie het heeft gedaan. Luister nou. Oké, dus terwijl ik dat aan het type was, zie ik een pijltje op me afkomen. En ik hoor, ik kan geen vark. Ik kan het buiten houden. Oké. Mooi impressie. Dat hoor ik. Wat was het voor geluid? Maar was we hebben dood. Dus een moordenaar, we hebben een dief. Nee. En we hebben getuigen. Wacht. En we hebben gewoon slachtoffers. Ja, zijn heel en bijstanders. Hier hebben we 2 bijstanders. Ik ben diep in maar geraakt. Ja. Dan ben ik daar verdrietig over, oké? Kwik, Kwek, Kwak en Ronald waren 4 unieke varkentjes. Ja. Maar ze hadden allemaal 1 grote godfather als opa. Namelijk de OG varken van deze stad. Weet je wie dat is, Rick? Kwast. Nee,
Dikkie Dick, het varken. Dikkie Dick, het varken leefde al 100 jaar voordat Kwik Kwek en Kwakker Ronald leefde. En ik lees nou dat dit hem is. Oh, nee. Ik lees dat dit hier... Wie heeft dat gedaan? Bram. Maar... Waarom kijk je naar mij aan? Ik heb niks gedaan. Jij bent met Bram. Ik ben niet met Bram, ik woon toch hier. Jij bent wel met Bram. Ik woon toch hier. Je hebt nog steeds blauw haar, Rick. Nog steeds je kleur van voorden. Waar is het rood? Dit is een Focus Rick t-shirt. Ja, waar is rood? Rood? Ja, ik moest deze aan van jou. Oké, jongens, kom even allemaal hier in het midden van de tafel staan. Behalve Rick. Oké, deze kant van de tafel hier is onschuldig. En deze kant van de tafel hier is schuldig. Voor wat? Voor wat? Rick. Kies nu jullie kant. Nee, maar is er Rick schuldig, de wat, schuldig wat of onschuldig? Wat was er onschuldig? Welke kant is wat? Ja, wat heeft hij gedaan? Ga maar hier staan. Hier, kom. Dat is onschuldig bij Max links. Maar wat heb ik gedaan dan volgens jou? Dief zijn en medeplichtig op de moord. Nee, maar dat is niet waar. Van Dikkie Dik. Jongens, stem maar. Het is democratie. Nee. Ik mocht het trouwens houden van Max. Van jullie. Nee, helemaal niet. Dat heb ik helemaal niet gezegd. Jij hebt letterlijk gezegd, dit is een soort schadevergoeding. Zijn jullie mij onschuldig? Vinden jullie Rick onschuldig? Dan moeten jullie daar staan. Vinden jullie dat ik schuldig ben? Ik ga bij deze kant staan. Nee, zo. Hij is onschuldig. Zo. Hij is onschuldig. Is dus, ja, dan sta je aan de verkeerde kant. Dat is even... Oh. Flori. Kijk, de meerderheid, Rick. Nee, dat is onschuldig. De meerderheid, zeg genoeg. Onschuldig. Nee, nou dan wisselen we om. Dan is dit nu schuldig en dat onschuldig. Nou, ik heb niks. Je hebt zelfs een getuige die zegt dat hij onschuldig is. Julian, waar zijn jouw diamonds? Wat zei je? Waar zijn jouw diamonds? Ja, in Rick's inventory waarschijnlijk. Oké, niet in de inventory. Zullen we dat checken? Als jij mij nu schuldig verklaart, dan ben jij een slechte koning, want dan zit je geen bewijzen te kijken. Ik verklaar je schuldig aan een slechte gast zijn die mijn huisplekje steelt. Omdat je te traag was voor je eigen dikke huis. Dat is niet waar. Ik eis dat Frank... Ik eis dat Frank Pukkelmans hier komt en... Dit gaat oplossen. Ik ga Frank nu bellen. Blijf hier. Okay. We gaan even snel Frank erbij halen, jongens. Is een kwestie die we op moeten lossen. Okay. Jongens, als iedereen naar de grote boom kan komen, gaan we daar even uitzoeken. Frank komt eraan. Justin komt er mogelijk aan. Het wordt te krap hier. Oké, jongens. Het is tijd om concrete antwoorden te geven. Ik heb iedereen daarbij ingeroepen. En het is tijd om een vergadering te houden. Ik weet niet of Frank onderweg is. Ik heb het hem gevraagd, maar we gaan het zien. Jongens. Welkom. Ga zitten. Vooral, kom even staan. De koning komt er. Gaan jullie altijd even staan? Doe jullie even een buiging. Even netjes. Juist. En dan gaan jullie weer zitten. Oké, jongens, welkom. We hadden net een vergadering boven. Waarin wij een chaotisch gesprek hebben gehad. Waar we geen stap verder zijn gekomen. Justin, dankjewel dat je even komt. Het is misschien netjes als je even je armen eruit doet. Floor. Hallo, ben ik te laat voor het feestje? Fred, ga zitten. Fred? Kom erbij. Ja, nee, je kan hier zitten, naast Julian. Zitten. Jawel, Julian. Fred, dan... Wie is Julian? Kom even, ga hier naast Julian zitten. Er is plek, dan is het overzicht te staan. Waarom zijn we hier? Ga even zitten, Fred, dan ga ik het uitleggen. Er is nog plek. Ik heb genoeg plek voor iedereen. Oké, jongens, welkom. Ik wil het vandaag gaan hebben over een soort burgeroorlog die hier aan het broeien is. En dat is niet goed. Dat gaan we stoppen. Dat gaan we vandaag een einde aan gooien. Dikkie Dik is helaas gevallen. En ook Kwik. Dat betekent dat dit officieel nu de varkensoorlog is. Want er zijn genoeg varkens gevallen. Dan gaat hier nog een derde varken vallen, maar daar wachten we nog even mee. Heb je het nou over mij of over Kwak? Over jou. Jongens, we gaan de beveiliging en onze macht gaan we even versterken. We hebben hertog Julian hier, die het fort van Oud-Voorde tot zijn beschikking heeft als hertog. Bij deze benoem ik Floor als hertogin van Voorde. Betekent dat jij daar als extra beveiliging nu ook zal ronddwalen. En jawel, je hebt geen keus voor. Je kan wel nee schudden. Jij zal daar nu ook rond... Echt tegen zich ga je dat doen, maar... Je zal daar nu ook ronddwalen als bewaker. En je zal het fort verstevigen, zodat Bram, de grootste vijand, niks meer kan doen. Het gaat regenen, Fred! Fred! Ga snel ergens droog staan! Wacht, ik maak het af. Ik ga wat slapen. Fred, het is droog. Kom maar weer. Nee. Blijf je daar? Fred, we missen je. Oké, en dan bij deze. Dus Floor, jij wordt hertogin. Dan ook degradeer ik Rick van normale burger naar uitschot. En Noah als aanhang van uitschot. Huh? Ik heb mijn poorten geopend voor iedereen hier om gezellig bij mij te wonen. En mensen zijn gewoonweg mijn vrolijke... En open regels aan het onder. Je breekt je eigen regels.
Hoezo, mijn eigen regels? Ik wou letterlijk een dag later wou ik gaan beginnen met de start van het huis. Er stond al twee weken, anderhalve week, stond daar een plek open. En er gebeurde maar niks, Rick. Nee, maar laat mij het nou eens even uitleggen. Tijd is geld. Hoezo? Als je had gezegd van, je moet hem kopen, had ik hem gekocht. Want ik kreeg hier, hem gratis. Ik ben koning inderdaad, Rick. Het is mijn dorp. Ja, zijn mijn regels, die mag ik verbreken. Kijk, ik heb hier dus jongens, we gaan nogmaals even een stemming, of een stem, of een poll. Gaan we maken en ik wil even dat er stilte is tijdens de poll. Dag Fred. Doei. Doei. Ik wil dat er even een poll wordt gemaakt. Wie vindt Rick schuldig van mijn regel? Wat discussie jullie nou? Julian. Hij is het ook niet te eens dat hij Kwik heeft vermoord. Hier zie je. Wie vindt hier dat Rick mijn openhartige levenswijze heeft overtreden en voordat spuugt in mijn gezicht? Jongens, sta als je akkoord gaat. Nee, wacht, mag ik nog even mijn eigen zegje doen? Jij mag nu je eigen zegje doen. Oké, dan kom ik even. Ik ga wel zitten. Ja, geef maar even zitten. Ik kan niet zitten. Gewoon zitten. Ga dan maar staan. Voordat ik ga vertellen waarom jullie moeten geloven dat ik onschuldig ben, wil ik even zeggen dat ik ook echt onschuldig ben. En ik zal nu vertellen waarom. Ik heb Dikkie Dik niet vermoord. Dat is koning Bram geweest van het oude Voorde. Kwik heb ik ook niet vermoord. Dat is die gozer daar. Die daar zit. Dus ik snap niet waarom hij er niet uitgegooid wordt. En ik, dat snap ik helemaal niet. Ik heb niemand vermoord. Ik ben heel vrolijk altijd. Ik vind het heel gezellig met jullie. Ik wou hier graag een huis bouwen, maar de koning die was te ongeduldig en heeft gewoon een ander huis bovenop gezet. Dus ik heb een ander stukje land uitgezocht. Nou, daar ben ik vrolijk mee bezig. En nu komt de koning het verstoren. Dus please. Ik probeerde gewoon een leuk bestaan op te bouwen met gezellige mensen en de koning. En ja, het is geen Expeditie Robinson, stem me er niet uit. Dankjewel. Oké, jongens, dan even daar een counteroffer op. Rick zegt, beweert dat hij onschuldig is, maar wij kennen allemaal de regels van mensen die in mijn stad wonen en bouwen. Pas niet de huizen aan waar je gaat wonen van buiten. Respecteer de gebouwen die Floor heeft gemaakt, die ik heb gemaakt, die René heb gemaakt. Noah en Rick hebben al ten eerste een regel overtreden die ik door de vingers heb gezien als allereerst ooit. Jullie roze gebouw. Zit je een van de nummer 1 regels, Rick. Dit heb je mij nooit overtreden. Verteld. René, knik ja als je het mee eens bent. Floor. Hey, je slaat Julian. Anne over. Je slaat Anne over. Justin. Ja, ik heb hier helemaal niks mee te maken. Nee, is goed dan alsjeblieft. Nee. Anne, was dat een van de regels? Ja. Dat is de grootste regel was overtreden. Die heb ik door de vingers gezien. Toen hebben jullie een huis. Heb ik jullie gegeven op plek. Jullie hoeft niet eens te betalen ervoor. En vervolgens deden jullie er niks mee. Dan heb ik als koning maar ondernomen dat ik daar wat ging maar, bouwen. Maar, ho, wacht eventjes. Je had best kunnen vragen om iets te betalen. Dat ten eerste. En ten tweede moesten wij een beter hok bouwen voor Kwak. Dat hebben we gedaan en dat kostte tijd. Dus daarom was opeens ons grondje weg. Voor ons huis. Dus het is niet onze fout. Ik had het graag anders gezien, maar ja. En dit dan? Dit willen wij dus nieuw gaan bouwen. Maar wel en, totaal. Maar stond hier, je stond hier. Ja, maar je zou dan. Ja. In verband met deze buren hier. Je kan wel ja zeggen! Ja! Maar dit is niet jouw stad, Noah! Nou, en ik zeg gewoon wat er gebeurd is. Wie stemt dan Noah uit de stad te kicken? Ja? Nee. Ja? Ja? Nee, oké, okay, middendeel stemt ja. Justin. Nee, dat zeg je waar. Justin, zeg maar gewoon nee. Nog onbekend. Oké, jongens, ik ga er even over nadenken. Ik ben diep teleurgesteld in jullie. Jullie gaan erover nadenken. Het was mijn open poorten zo overheen spugen en poepen. Dat is dit nou? Dat ik mijn poorten gratis voor jullie heb geopend. Jullie ja, stoelen zijn bij deze geschorst en jullie zijn van deze vergadering ook geschorst. Ja, ik wil nog wel één ding zeggen. Oh. Ik zie dat hier, dat daar nog iets is aangepast. Ja, maar dat ben ik ook niet geweest. Koning dus Bram heeft een stukje Voorden daar gemaakt van mijn pizzeria. Ja, maar dat is Bram. Dat is gewoon volledig Bram. En dit ook weer. Ja, maar nee. Mag ik ook even nog wat zeggen? Julian heeft ook een dier gedood. Daar wordt hij niet voor berecht. Wat is dit dan? Ja, en ik heb is het zo eerlijk? Ja, nee, dat is niet per ongeluk. Ja, doei. Ga je iemand veroordelen die per ongeluk een aanrijding heeft gehad? Er zijn bewijzen, Max. En Justin, Anne is... ook nog iemand die het gezien heeft. Ik heb alles laten liggen waar ik bezig ben. En dan zit ik hier voor een of andere toeschouwer. Wie stemt Justin als schuldig? Nee. Nee, Justin is helemaal niet schuldig. Nee, Justin, Justin gewoon is een niet schuldig. Jij zoekt een boosdoener. Nee, en die gaat Justin naar is niet schuldig. Nee, Julian is mijn hertog. Ja, daarom bescherm je hem. Ja. Dat noem ik rangmisbruik. Dat is laf.
Dat is laf, koning Walnoot. Durf eens gewoon te dus zeggen. Dus jij gaat maar verder in je prachtige kasteel, die overigens heel mooi is. En ik ga verder met mijn huis bouwen. Je hebt toestemming, Floor. Ik ga gewoon verder met mijn huis bouwen. Ik snap het probleem niet, jongens. We moeten samen staan voor deze sterke samenleving. En deze gezelligheid. Ik heb letterlijk net nog jouw hele winkels wat leeg gekocht. En dat doen we alsnog zo. En wij willen hartstikke veel meedoen aan de samenleving. We hebben zelfs een café hier. Ja. Dat was de eerste regel. Gaan we nou stoer doen, Floor? Gaan we nou stoer doen? Laten we het zo zeggen. Dankjewel voor het komen, Justin. Iedereen... je hebt er niets van gehad. Komen? De vergadering is geschorst. Nou, geweldige vergadering. Ik vond het leuk. Ik nodig iedereen uit om lekker een koekje te komen eten in Tony's Café. Hier, bij mij de pizza, als je dat wil. Ja, die pizza is wel wat lekker. Die weken liggen, gadverdari. Hey, verse koeken bij ons. Dan kan je bij de koning verhalen. Kom mee, Justin. Kom maar voor de kosten. Kom maar mee. Ik ga jou even wat reiskosten brengen. Justin, wat vind je er nou van? Heb ik ze met open armen ze in mijn stad ontvangen? Niet, hè? En dan gaan ze zo, als ze me zoveel disrespect tonen naar ons. Naar onze samenleving, naar onze... Iedereen houdt zich aan dezelfde regels. En dan wordt er zo omgegaan mee. Vooral met dieren, dat vind ik niet kunnen. En de dieren, vooral de dieren. Zonder dat hun hier waren, waren al mijn dieren vredig aan het leven. Hadden al mijn dieren het beste leven ooit. En nu dit. Oh, Frank is er. Maar ja, hij is net te laat. Oh ja, hier zijn trouwens je reiskosten. Je 4 emeralds. Ja, nu opstinken, doei. Ja, jongens. Ik weet niet wat ik hiervan moet vinden. Voor jou, Sebastian. Ik weet nou niet wat ik hiervan moet vinden. Ik snap dat zij gewoon lekker hun ding doen. Maar er zijn sinds dat zij hier wonen 2 dieren overleden. Een van mijn hoofdregels in de stad, pas niet de buitenkant van het huis aan, is verbroken. Ze zijn op de plek waar ik een huis gereserveerd had als koning in mijn eigen stad, waar ik mijn hart en ziel in heb gestoken, zijn ze een nieuw huis gaan bouwen. Ik weet dat ik het ook gedaan heb. Maar zij deden er potjandori 2 weken over voordat zij überhaupt wilden beginnen. En ik zie een pijl vliegen. Waar vliegen? Waar word ik van beschoten? Huh? Wie schiet er op mij? Oh! Frank daar! Frank, er is een groot probleem gaande. Hoe laat ging ik beginnen? Want ik sta hier al een tijdje. Je bent te laat. Hoezo te laat? We gingen toch vergaderen? Ja, dat is dus het ding. De vergadering was daar uiteindelijk. Omdat er te veel mensen waren. Maar er is hier toch een vergadering? En het is gewoon één grote chaos geëindigd, Frank. Er was geen touwtje aan vast te knopen aan de situatie. Maar weet je, je hoeft er ook geen touwtje aan vast te knopen. Je moet gewoon de waarheid achterhalen. Maar vergaderzaal is een vergaderzaal. Oké, dan ga ik jou nu hier betalen. Hier heb jij 10 diamonds. Voor de eerstvolgende klus, dat is... Er is moord gepleegd. Dickie Dick is vermoord. Quick is vermoord. Dus zijn diamonds zijn gestolen. Van Julian. Nog niet terecht. En mijn huis waar ik een locatie wilde bouwen... is zojuist geclaimd door Rick en Noah. Ik wil tot de bodem weten wie dit gedaan heeft. Wie wat waarmee te maken heeft. En wie schuldig is. Nou, de zaak is afgedaan dan. Hoezo? Nou, je vraagt wat er gebeurd is. Nou, dat land is dus geclaimd door Rick en Noah. Ja, maar ook over de dieren en zo. Ik wil alles weten. Oh. En de diamonds van Julian. Hoeveel? Moet je bij Julian zijn. Hier heb je nog 2 diamonds en 10 goud erbij. Nou, we are talking. Oké. Ga jij je ding doen, Frank? Ik moet dat ook even een plekje geven. Ik ook. In de chest. Ja, doe jij maar even dat plekje in de chest geven. Jongens, ik denk dat ik de burgers maar op 1 manier kan straffen. Want er is een soort burgeroorlog uitgebroken officieel. Ik moet niet zwak zijn nu. Ik moet geen zwakte tonen waardoor ze over kunnen nemen. En maar denken dat ze alles mogen in mijn stad. Ik heb deze stad met bloed, zweet en tranen opgericht. Dus laten wij deze boekjes die ik hier heb eventjes in het archief leggen allemaal. En we mogen geen zwakte tonen. Wij moeten met een ijzeren vuist moeten wij heersen hier in Content Veen. Dus dat gaan we ook doen. Ik ga jullie introduceren aan belasting. Gaan we ook met de gele kleur doen, omdat het op geld lijkt. Dan gaan we naar Anne, de nieuwe winkeltje. Ik bedoel, dat heeft ze gestolen van me. Maar ik bedoel, ik heb hem wel nodig. Ik heb wel boeken quills nodig, dus die gaan we gelijk even gebruiken. 3 boekjes voor maar 1 dia. Oké, dus 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oké, dus dat betekent dat ik 3 diamonds moet betalen. 1, 2, 3. Zo. Wat is de kassa? Zal hier zijn. Laten we het eerste boekje even schrijven. Beste dorpeling. Daar komt ie, jongens. Wegens recentelijke activiteit in de stad zal Kingdom Content vanaf vandaag, 4 september 2022, de dag dat ik dit opneem, elke week belasting vragen van zijn en of haar inwoners. Ik, de koning, zal mijn huidige manier van heersen aanpassen en zal niet langer dit gepeupel tolereren. Waarschijnlijk heb ik tolereren fout geschreven. Deze burgeroorlog zal snel eindigen. Belastingsvoorwaarden. Elke zondag verwacht ik 5 diamonds per huis in bezit van inwoner in mijn brievenbus met daarbij een boekje van datum en handtekening. Wanneer deze reglementen niet worden opgevolgd, zal een executie of gevangenschap plaatsvinden. Met royale en dreigende groet. Koning Walnoot van Kingdom Content. We gaan hem signen en we noemen dit belasting. Hallo Frank. Hallo. Wat is er? Waarom heb je hier bril af? Volgens mij heb ik je een paar minuten al gevraagd naar het bureau te komen. Ik ben met belangrijke zaken bezig, Frank. Er is een burgeroorlog onderweg. Ja, ik volgens mij ook. Nou, zeg het eens.
meekomen alsjeblieft. Ik kan niet lang. Ik moet even... Deze brief moet snel de stad door. Wat is belangrijker? Dit of dat? Wat is dat? Dat is wat jij wil en dit is wat ik wil. Wat is dit? Dat gaat jou nog niks aan, Frank. Dit is koningstaken. Dat staat boven jou. Juist. Ik zal zo meteen naar je toe komen, Frank. Nee, nu. Je loopt niet op mee. Nee, ik loop langs huis. Ja, oké, prima. Maar niet te lang. Dit moet heel snel gebeuren. Dit ook. Je hebt Jopie aangehouden? Waarom heb je Jopie aangehouden? Jopie. En je hebt hem verdacht genoemd. Ik kwam deze kat tegen onder jouw kasteel. Oh, dit is niet Jopie. In een 2x2 hokje. Hij was de hele tijd aan het miauwen. Ik hoorde hem vanuit de troonzaal. Ik heb stad en land afgezocht naar deze kat. Ja. Hij zat helemaal alleen. Zonder naam, zonder eten, zonder drinken. Okay. Onder jouw grond. Ja. Wat heb je erop te zeggen? Ik heb hier niks op te zeggen. Dit komt namens Floor. Floor is hier, weet je meer over. Zij, bij haar spannen alle katten. Ik vertrouw hier niks van. Frank. Je geeft mij wel een vermissing op van een kat. En dan krijg ik dit te zien onder jouw kasteel. Dit is geen vermissing van het kat. Het gaat om twee varkens. Een moord van twee varkens. Geen kat is vermist. Oh, het gaat om twee varkens. Ja. Zeg dat dan meteen. Oké, jongens, laten we dit boekje even kopiëren. Ik heb volgens mij deze boekjes helemaal niet nodig. Dus laten we hem even kopiëren bij Barry de Blacksmith. Als dat kan. En dan gaan we even kijken of we dit boekje bij iedereen thuis achter kunnen laten. Hoe doe je dit? Hoe kan je een boekje kopiëren? Oh, zo kan dat, jongens. Kijk, als ik dit gewoon op deze manier... Blijkbaar gaat dat gewoon in je inventory. Dus die boekjes heb ik niet voor niks gekocht. Op deze manier kan ik hem kopiëren. Kijk, en dan krijg ik elke keer het boekje nog een keer terug. Het boekje belasting. En het is een kopie van de original. Ik ga de original zelf bij me houden. Ik ga alleen maar kopietjes uitgeven. Daar gaan we, jongens. We gaan bij iedereen thuis langs. Het is tijd om te heersen met een ijzeren vuist. Daar gaan we. We beginnen bij het huis van Rick en Noah. Plaatsen we hier de barrel. Het boekje belasting erin. Dan gaan we ook naar het huis van Fred toe, jongens. Fred moet ook belasting betalen. Nieuws van de koning. Dan gaan we naar het boothuis hier van René en Floor. Zo, nieuws van de koning. Ik kom dichter bij de waarheid. Ik weet het, Frank. Ik ben trots op je. Kijk, waar wonen nog meer mensen? Hier zijn ze natuurlijk mee bezig. Maar ze komen er wel achter als ze bij hun eigen huis komen. Anne de Huis, natuurlijk. Anne de Huis. Noem hem ook in. Nieuws van de koning. Dan gaan we naar het huis van Floor en René. Want die wonen natuurlijk nog in het oude gedeelte. Ik weet niet of ze daar vaak komen. Maar daar gaan we natuurlijk ook gewoon even een nieuwsbrief achterlaten. En dan tot slot, inderdaad, wat ik net al zei. Het huis van Floor hier. Komt ook een boekje prachtig in. Nieuws van de koning. Laten we dan ook even bij Frank thuis nieuws van de koning achterlaten. Nieuws van de koning voor Frank. Ik denk dat Frank er ook niet blij mee gaat zijn. Maar Frank, jij bent ook een burger. Dus jij bent ook schuldig. Volgens mij heb ik alle woonhuizen. Kijk, iedereen heeft meerdere panden, jongens. Dat is het mooie. Dus dan kunnen ze meer belasting betalen. Maar volgens mij heb ik iedereen zijn woonhuis nu wel gehad. Maurits, die woont hier. Lotte woont hier. Maar die zijn er de afgelopen tijd niet geweest. Dus daar wacht ik nog maar even mee. Ik heb nog één kopietje. Wat ga ik met het laatste kopietje doen? Oh, Frederik! Natuurlijk. Frederik woont hier ook. Dus we moeten Frederik's huis ook belasting laten betalen. Oh, ik heb alleen geen barrel meer. Oh, dat meen je. Wacht, misschien hier. Nee. Wat is er? Gaat niet gebeuren. Wat gaat niet gebeuren? Nee, hallo. Jawel. Ik word hier ingehuurd. Ik ga niks van belasting betalen. Je gaat belasting. Als je hier woont, ga je belasting betalen, Frank. Ik woon hier niet. Ik heb iets opgeërfd. Opgeërfd? Zo, we hebben wat nieuwe barrels. Dan kunnen we bij Frederik zijn huisje, jongens. Ik weet niet of Frederik er is. Ik durf niet naar binnen. Maar laten we maar gewoon in ieder geval even een belastingkopietje achterlaten. Met het bericht erbij natuurlijk. Nieuws van de koning. We gaan iedereen eerlijk behandelen, jongens. Mensen die er ook niks mee te maken hebben, die moeten ook betalen natuurlijk. Maar ja, dat is om wel een eerlijke overeenkomst te sluiten. Mensen hebben mijn vertrouwen geschonden. Ik ben diep teleurgesteld. Maar goed, even een ander nieuws. Er is een nieuw winkeltje geopend. Shop vanaf nu geopend. De bootwinkel van Rini en Floor. Dus laten we even kijken wat hier allemaal verkocht wordt, jongens. Welkom bij de bootshop. Wij maken tools, armor en boten. Laat een request achter in de kist. Prijslijst. Tools is 10 dia. Armor 10 dia. En boot 8 dia. Jongens, ik kan een keer misschien nieuwe armor laten maken, want die is echt poep bij mij. Op zoek naar de beste armor, die kan je hier bestellen. Op zoek naar de beste tools, die kan je ook hier bestellen. Ah, en ik kan hier onderwater dingetjes kan ik laten maken. Op zoek naar... Ah, oké. Okay. Oh, en ik kan ook koraal. Mag ik hier... Ik mag hier vast even inlopen om te kijken. Oh, je kan ook koraal kopen. Visjes kan je kopen. Oeh, extra hout. Dat is leuk. Dit is een goede nieuwe winkel, jongens. Ik ben heel tevreden mee. Laten we gelijk even een goed request achterlaten. Beste Floor en Rinsel. Ik wil graag de beste schoenen en een nieuwe strakke broek. Dit wil ik van Netherite en met de beste enchantments. Groet de koning. Waar moet ik mijn boekje achterlaten? Pak hier je requestboek. Ja, en dan? Moet ik dat hieronder achterlaten? Oh, ik denk hierin. Dat ik... Ja, oké, okay, hierin. Prima. Kost armor maar 10 diamonds, maar ik wil Netherite armor. Nou, hey, ik zie het wel. Ik zie het wel, weet je. Ik sign hem als koning
Wal. Koning Wal. Zo, hoppakee. Voor jou, Walnut. Ik heb je hem zien plaatsen, Frankie. Dit is niet meer mysterieus. Wat is dit? Dag, de zaak is afgelopen. Ik wou graag willen afspreken in uw vergaderzaal. Groetjes mij, F. Frank, ik heb je letterlijk... We konden het ook hier bespreken. Weet je wat? Ik ga naar de vergaderzaal. Goeiedag, Frank. Ja. Jij hebt het opgelost, zeg je. Ja, ik moest al die trappen nog oprennen. Jij hebt beweerd dat je de zaak hebt opgelost. Zeker weten. Nou, vertel het eens. Dus laten we even beginnen met de concrete vragen waarvoor je me hebt ingehuurd. Wat was de concrete vraag? Wie is de moordenaar op Dickie Dick, het varken? Wie is de moordenaar op Kwik, het varken? Waar zijn de diamonds van Julian? Wie heeft de diamonds van Julian gestolen? En hadden Rick en Noah het recht om dat huis in te nemen? Dat zijn veel vragen. Ja. Ja, goed. De moord op varken 1. Welke is dit? Geen idee. Een roze varken. Dickie Dick gaan we vanuit. Dat denk ik wel. Ja? Deze is doodgeschoten door... Julian. Dan gaat het om Kwik, niet om Dickie Dick. Ja, dat zei ik. Varken 1. Ja, prima. Varken 1. Kwik is doodgeschoten door Julian. Ja. Oké, okay, prima. Je hoeft niet het bewijs uit te leggen. Ik wil gewoon alleen de conclusies horen. Oké. Okay. Nee, ik ga toch het uitleggen, want anders is het niet duidelijk. Okay. Ik hou het heel kort. Hij heeft hem doodgeschoten omdat hij niet zag dat het een varken was. Hij wilde op Rick schieten. Hij had zijn bril niet op. Oké, okay. Dat is de reden. Ja. Oké. Okay. Dan, Dickie Dick. Dickie Dick het varken. Nog onbekend. Nog onbekend, duidelijk. Ja, en dan? En dan? De diamonds. Wie de diamonds. Heeft de diamonds gestolen? Van Julian. Rick. Rick heeft de diamonds van Julian gestolen. Ja. Oké. Okay. Met een hele korte uitleg. Hij rende langs, de diamonds lagen er in een ruilverzoek van Julian en Bram. Ja. Rick rende er langs, pakte ze op, toen werd zijn varken geslagen. Hij wilde dat er sorry werd gezegd en toen werd dat varken doodgeschoten. Dus hij en wie heeft het varken geslagen? Als sorry, Julian. En dat weet je 100%? Ja. Bewijs? Ja, heb ik. Oké. <Okay. laughs> Dus Rick heeft de diamonds onder hem gehouden voor een soort van schadevergoeding en hij wilde dubbelen. Hij wilde dubbelen? Hij wilde nog 20 diamonds van Julian. Oké. Okay. Voor het vermoorden van het varken. En het huis van Rick en Noah? Ja, dat heb ik even opgezocht in het wetboek van huizen. Dat staat onder artikel 286a onder lid 4. Ja. Er staat dat als de koning een gereserveerde plek inneemt, dat ze dan vrijwillig een andere plek mogen uitzoeken en maar mogen weet je wat het mooie was, Frank? Onder plek... voorwaarden van de koning. Ja, maar die plek die ik had gegeven, die plek die zij hadden, die was namens mij. Die hadden ze niet zelf geclaimd, dat was een plek gegeven namens mij. En die hebben zij te lang over gedaan, de plek is vervallen, ik heb er wat gebouwd. En nu hebben zij een plek die één dag geclaimd was namens mij ingenomen, de koning. Ja. Ja. Maar goed, als we kijken naar de artikelen, dan staat er dat ze mogen bouwen wel onder voorwaarden van de koning. Welke dus artikelen? Onder voorwaarden van mij. Mag wel bepalen wat er komt te staan. Ah, kijk. Daar heb ik ze tuk. Tuk? Tuk. Wat voor smaak? Paprika. Doe mij maar bacon en cheese. Prima. Dankjewel, Frank, voor deze openbaring. Ik weet genoeg. Ik weet wat ik moet doen. Ik ook. Wat ga je doen? Ja, dat is een goeie. Dankjewel, Frank. En de kat? Welke kat? Er is niks met de kat geweest. Verdacht. Ja, dan kan je verdacht vinden. Ik ga er vandoor. Nee, zo heet hij. Oh, hij heet verdacht. Ja, dat klopt. Die mag je houden. Dat is vanaf nu jouw kat. Politiekat. De politiekat, oké? Okay? De FBI-kat. De FBI-kat. FB-kat, ik ga er vandoor. Oké, jongens, jullie moeten mij eventjes helpen met de hele situatie. Ik heb geprobeerd wat harder te handelen, want jullie weten het. Mensen zijn altijd welkom in mijn stad. Ze zijn hier mogen gekomen wonen. Weet ik voor wat allemaal, maar de burgerlingen zijn te brutaal geworden, jongens. En ik moet er als koning natuurlijk wat aan doen. Laat even in de reactie weten of jij het eens bent met mijn gezag. Of dat je zegt, Max, je moet nog strenger zijn. Max, hou ze onder controle. Of dat je zegt, Max, je bent gewoon een noob. Dat mag ook altijd. Maar dan ben ik het niet met je eens. Kijk, ik kan een nieuwe camera, dus ik kan dit doen. Oh, dan wordt hij wazig. Maar dan ben ik het niet met je eens. Oh, nu zie je... Oh, nice. Nu zie je helemaal niet meer scherp. Ik heb de hele camera verpest. Oké, hij doet het weer. De camera is weer scherp. Ik moet even wennen aan de nieuwe camera. Goed, dan is er helemaal nog niet veel progressie geweest, jongens. Er is echt... ik heb letterlijk nog niks gebouwd. Ik ben alleen maar druk bezig geweest met deze stomme oorlog. Maar wat mij ook is opgevallen, trouwens, wat ik helemaal niet heb laten zien, is dat hier ineens een nieuw huisje staat. Dus ik denk dat Floor hier aan begonnen is. Weet ik niet zeker, maar je ziet eruit als een Floorhuisje of zo. Hé, een kat. Hallo. Maar het is een leuk huisje dit. Dit is een leuk huisje. Het was gewoon een ongeclaimde plek. Hier zou gewoon een huisje komen. Was niet specifiek echt geclaimd volgens mij. Dus ofwel, weet ik eigenlijk niet. Maar niet
niet geclaimd als in dat ik er wat wilde bouwen, weet je. Of dat iemand anders er specifiek... Het was gewoon geclaimd voor iemand om te bouwen. Dus dat is prima. Dan nu is het tijd voor wat anders verdrietigs, jongens. Kwik, die wilden we opgraven van zijn graf. Want die bleek natuurlijk te leven. Dus we wilden hier... We hebben vast goed, dus hier ligt Kwik. Waar ligt Kwik? Hier. Huh? Wat is dit hier? Wat is hier gebeurd? Huh? De muur is ontploft. Of weggehakt of zo. Mensen zijn alles aan het slopen hier in mijn dorp. Oké, maar... Kijk, hier ligt Kwik deze keer echt dood. Vermoord door Julia. Kwik is inderdaad echt dood. Dus dat is helaas. Maar we moeten ook een prachtig plekje zien te vinden. Ik denk dat we hier dat dan doen. Hier rust Dikkie Dik Oink. We moeten weten dat het vark is. Hier rust Dikkie Dik Oink. Dikkie Dik, jij was echt een van de OG varkens. Je had Dikkie Dik het varken. En je had Dikkie Dik de kat. Maar hier rust Dikkie Dik het varkentje. We zullen je missen. Dikkie Dik. Reageer allemaal even. Dikkie Dik, je was het beste varkentje die we ooit hebben gehad. En we zullen je missen met heel ons hart. We houden van je. En dan met je eigen lieve verhaaltje erbij. Kom even met het beste verhaaltje voor Dikkie Dik. En like even die video. Wat een gekke content van je video dit, jongens. Er is zoveel gaande, zoveel... Het is letterlijk echt, de officiële oorlog is echt gestart deze keer. We moeten ook nog naar King of Forden gaan, want ik hoorde dat Julian, die heeft blijkbaar dus nog meer gemaakt bij King of Forden. Die heeft King of Forden een beetje geüpdate. Een beetje groter gemaakt. Kijk, ja, er is een nieuwe toren ontstaan en de vlaggen die zijn anders gemaakt. Kijk, Julian, dit ziet er groots uit. Dit ziet er goed uit. Een grote nieuwe toren om onze outpost. Ik moet even een naam bedenken voor deze outpost. Als jullie een leuke naam hebben in de reacties, jongens. Maar de outpost van Julian, die is ook al groter. Die ziet er goed uit. Er wordt veel gebouwd. Bram gaat dit waarschijnlijk weer over willen nemen, jongens. Dus daar moeten we een plan voor bedenken wat we hier doen. Daarom heb ik Floor, dat ga ik hier ook heen sturen. Helemaal tegen de zin, maar dat maakt niet uit. Zodat we deze outpost groter kunnen maken en beter en sterker natuurlijk. Maar ik ben tevreden met deze outpost. Dit ziet er goed uit. We moeten even kijken wat hier voor de rest mee doen. Maar ik ben blij met de toren. Ziet er goed uit. Hij past ook gelukkig in de stijl. Hij past precies in de stijl van met de rest. Dus dat scheelt. Dat is echt top gedaan. Dat hij gewoon netjes meegaat. Weet je? Het is niet de lelijke toren. Dan ga ik mijn brievenbus hier, ga ik nog eventjes aanpassen van kleur. Dit is de brievenbus. Die ga ik noemen de belastingsbrievenbus. De belastingsbrievenbus. Ik weet niet waarom een S achter zit, maar belastings. De belastingbrievenbus. Kut, waarom heb ik er een S achter gedaan? Oh, moet die opnieuw. De belastingbrievenbus. Hoppakee. Dan gaan we het officiële belastingbriefje, dat niet een kopietje is, maar het officiële briefje, gaan wij ergens hier in de troonzaal, gaan wij op een lectern zetten, zodat die opgevuld is. Ik heb bijna elke lectern hier inmiddels gevuld met gewoon brieven en weet ik wat, die ik allemaal opgestuurd krijg van mensen. Dus dat is wel leuk. Dan hebben wij als het goed is alles gehad. Alle brieven van vandaag. Ik ben letterlijk de hele video bezig geweest met alle post die hier was. Omdat er gewoon zoveel te doen was. Ik moet ook nog mijn Red Wool... Ik ga mijn Red Wool terugvragen, Rick. Waar is mijn Red Wool? Waar is mijn Red Wool, Rick? De week is voorbij. Oh ja, de week is voorbij, hè. Heb je die gadverdicht. Dan kon ik het gewoon niet stelen en nergens vinden. Hier, je bent echt een vieze. Nee. Die onderste was voor mij. Ik had ook de Red Bull uit mijn kist gehaald, voordat je het zo naar bijna ging stelen. Oh, oké. Dankjewel, Rick. Ja, wacht. Dat kom ik zo wel even brengen. Ga je nu alles weer aanpassen? Ik ga alles ombouwen. Oké, ik kom er zo aan. Ja. Ja, laten we dan nog heel eventjes mijn Red Wool hier gewoon terugbrengen. Dat mijn discovloer klaar is. Want dat ja, ze schanden dit. Dat dit er zo uitziet. Maar daar heb ik even een paar schaartjes voor nodig. Want ja, hè. En ik wil mijn gestolen goud wil ik ook nog steeds terug. Dat is trouwens een van de belangrijkste dingen waar deze hele burgeroorlog door is begonnen. Mijn gestolen goud. Nou, laten we beginnen met alle kleurtjes weghalen die niet hier horen. Ah, dat ging fout. Alle kleurtjes die niet thuis horen. Oh, wat een discovloer. Het is wel leuk. Alleen, ja, het toont nou niet echt mijn macht uit die ik uit wil stralen, weet je. Zo'n discovloer. Hallo. Wat kom je doen? Ik wil jou nog wat overhandigen. Nou? Aangezien jij dit allemaal weer rood gaat maken. Ja. Dan moet je troon zo meteen natuurlijk helemaal compleet weer zijn. Ja. Mijn goud. Alsjeblieft. Jij boos toen dat ik mijn goud gewoon heb gestolen. Ik heb het niet gestolen. Ik heb trouwens, elk huisje heeft een nieuwe brief. En die is best wel belangrijk. Die moet je maar eens even lezen. Elk huisje heeft een nieuwe brief. Ja. Wat bedoel je? Ik heb bij elk woonhuis van iedereen heb ik een brief achtergelaten. In verband met de recentelijke activiteiten. Ik zou maar even goed kijken, Rick. In het huis? Of waar zit het? Bij iedereen's huis gewoon. Dus ook bij jouw huis. Ja, maar ook gewoon aan de buitenkant. Of ja, gewoon een brief. Een brief voor je deur. Oké, ik ga wel even kijken. Oké. Wat een ongelofelijke stinktaak is het om... Oh, hij is stuk.
om dit allemaal weer dezelfde kleur te... om dit allemaal rood te krijgen weer. Wat heeft dit veel werk voor hun gekost, moet ik me dan eigenlijk voorstellen. Om dit allemaal deze kleur te krijgen. Oh my days. Als het goed is, zijn alle oh nee, god. Ik dacht dat het klaar was, maar hier zijn nog alle kleurtjes. Ik kan zeggen, als het goed is, zijn alle kleurtjes weggehaald. Dan kan ik er nu rood van maken. Maar nee, dat is nog niet de situatie. Oké, nu is dus alle wol in ieder geval weggehaald. Alle kleurtjes. Dus dan kan ik nu de carpets gebruiken om dit allemaal zo weer netjes te doen. Als ik dan te weinig carpets heb, dan weet ik dat Rick en Justin rode wol voor mij achterhouden. Want ik moet weer hier helemaal mee uitkomen. Anders ben ik echt beroofd ook van mijn carpets. Nee, Justin, ik ben jouw stomme poepprank aan het ongedaan. Je bent er betaald voor. Ja, ik ben er betaald voor. Hier heb je stickrol terug. Oh, maar top. Miljoen. Wat kom je doen? Wat een bende maak jij ervan. Ja, ja, ik ben op zoek naar Frank. Ja, die is waarschijnlijk bij het politiebureau, die Frank. Waar is het politiebureau? Naast het huis van Fred. Let op de buren van Fred. Oh, oké. Okay. Joejoe. Mijn schep is trouwens ook bijna stuk, jongens. Jullie waren de vorige video, hebben jullie mijn comments helemaal volgepropt met reacties. Max, je schep is bijna stuk. Dank jullie wel voor de oprecht. Ik meen, want daardoor ben ik naar gekeken en dacht, oh, ik moet voorzichtig zijn, anders was het me niet opgevallen. Oh, wat is het fijn om hier gewoon weer rond te lopen met een rood kleurtje op de vloer in plaats van disco. Oh, wat voelt dit gewoon weer lekker vertrouwd, jongens. Wat voelt dit weer lekker vertrouwd. Zo, dat is dan allemaal gedaan. Maar wat jullie ook zagen is dat het goud terug moet. Dus laten wij ook nog eventjes... Oh, deze vloer moet ook nog... Hier heb ik niet over nagedacht. En dan ook het goud gelijk eventjes doen. Ik kom een beetje rode wol tekort als het gaat om dit hieronder, jongens. Want hier moet ook nog gewoon rode wol geplaatst worden. En die heb ik dus niet. Oké, laat ik in ieder geval eerst even het kool terugplaatsen. Want ik denk dat ze alles gewoon... Of de gold. Ik denk dat ze alles zo gedaan hebben op deze manier. Zo weet ik gewoon precies waar ik het terug moet plaatsen. Ik ben benieuwd of ik dit red met mijn goud, jongens. Ik heb namelijk nog maar best wel weinig. En... Ja, zij hebben alles gestolen van me natuurlijk. Dus er wordt ook, als het goed is, nog goud achtergehouden. Oh, de dieven. De gore dieven dat het eigenlijk zijn, hè. Laat ik het nu even opvullen met gewoon dit, zo op deze manier. Maar ik mis echt nog gewoon mijn prachtige goud hier en daar. Vieze rikken zijn het, hè. Beetje stelen van mij allemaal. Dan heb ik ook nog Frederik die terug is, die de hele server wil overnemen. Er is letterlijk zo... ontzettend veel gaande. En ik weet niet waar ik eigenlijk naar moet kijken en waar ik op moet letten, omdat er dus zoveel gebeurt. Maar voor nu, laten we even de laatste paar rode wol krijgen en dan ik ga vertellen hoeveel het er is. Oh, hier mis ik ook nog. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 rode wol kom ik tekort. Neem er 2 voor de zekerheid. Ik ga 20 rode wol vragen aan Rick. Oh mijn god, mijn vuurwerk is op. Maar dat maakt niet uit, jongens. Dat maakt niet uit. Vuurwerk, dat heb ik nog. Dan moet ik even een NHS moet ik weer vinden. Ik weet niet waar mijn NHS zelf gebleven is, maar kom wel goed. Dus weet je waar Rick is? Rick was net boven. Oh, oké. Okay. Oh. Ah. Rick, ja. Ik kom 20 groene wol of rode wol tekort. Wacht even hoor. 20 rode wol? Ja. Oké, okay, dat kun je niet nog krijgen. Oh, rip. Er stond ze boven. Och nee. Waar stond ze boven? Ja, boven die scaffolding en ik hak het weg. Oh! Jij hebt hem vermoord. Rick, dit maakt je weer verdacht. Nee. Nee. Ik ben hier aan het werk aan mijn huis. 72? Ah, oh, dat is echt shit. Wow. Had je geen armor aan? Nee, ze had geen armor aan. Oh. Damn. Ja, ik ben niet bezig met mijn huis. Dit is constructie. Dit is gevaarlijk. Wat zijn de spullen dan? Hier, Annie. Annie, hier. Ik heb... Even kijken. 20 zei je, Max? Ja. Och, jeetje. Dit was niet mijn bedoeling. Dan hebben wij de 20 rode wol, die gaan wij eventjes allemaal op locatie plaatsen. Ik hoop dat ik genoeg heb. Ik heb voor de zekerheid dus inderdaad meer gevraagd. Puur om stel dat ik verkeerd heb geteld. Nee, ik had wel goed geteld, dat scheelt. Maar evengoed heb ik nu gewoon een beetje extra voor de zekerheid. Hè. Dat kan geen kwaad. Zo, dan is dat allemaal weer gedaan. Ziet er allemaal weer netjes uit. Weer verzorgd. Weer, ah, kijk. Wat ziet dit er gewoon weer vertrouwd uit, hè. Dat is in plaats van dat disco-achtige. De mail is allemaal weg, dus het ziet hier helemaal rustig uit. Het goud is terug. De macht is wedergekeerd. Oh, wat heb ik veel macht. Macht en kracht. Dus... jongens, volgende aflevering wil ik weer veel meer gaan bouwen en weer een beetje progressie maken. Deze aflevering ging een beetje om een ruzie en om de burgeroorlog die officieel is gestart. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet niet te abonneren en te liken. Ik hoop dat de camera prima is. Ik heb mijn haar, ja, hè? Ik heb mijn haar niet echt... Ik heb mijn pet niet echt op, maar de camerakwaliteit is volgens mij wel heel mooi. En dan nu, bam! Kijk lekker deze video, want dit is het vorige Content Veendeel. Heb je hem nou gemist, dan moet je hem gewoon even kijken. En dan ben je weer helemaal up-to-date. Weet je gewoon weer wat er gaande is. Is een hele grote aanrader. En dan nu spreek je later glaasje water, telt 4 flesje bier. Tot de volgende keer. Yo!